Ik ben goed, hè, als life coach. Vinden jullie niet? Ik ben Diana Verhofman en ik ben vandaag jullie life coach. Dus ik ga allemaal lezersvragen beantwoorden. Mijn partner en ik zitten in een thermostaatstrijd. Hij wil het minimaal 23 graden hebben, ik max 19. Ik zweet gewoon snel, vind ik goor. Hoe gaan we hiermee om? In deze tijd vind ik eigenlijk dat je 23 graden gewoon niet meer kan maken met de energieprijzen, met de energiemarkt. Dus ik zou max 19 aanhouden. Ook gewoon om het gezellig te houden financieel thuis. Want ik denk dat als je zegt, nou, ik hou van 23 graden en je ziet dan de energierekening, dat het niet zo goed gaat tussen jullie twee. Dus ik zou hem op 19 zetten, lekker warm vest aandoen, dekentje erbij, beetje hete thee, kind kan de was doen. Makkelijk. Makkelijke vraag. Deze. Ik doe eens in de zoveel tijd MDMA. Ik weet dat mijn partner eigenlijk liever heeft dat ik stop, maar ik wil die vrijheid graag houden. Moet ik de relatie verbreken? Ik denk dat dat heel goed samen kan gaan. Ik vind dat je partner je daar vrij in moet laten. Ik ken hele relaties waarin dat gebeurt. Dat de ene partner zegt, ja, dit is gewoon niets voor mij. En dat de ander zegt, ja, maar dan ga ik wel zo af en toe ergens heen naar een feestje en dan gebruik ik dat. En dat gaat hartstikke goed. Maar goed, daar moet je gewoon uitkomen met z'n tweeën. Moet je helemaal niet aan mij vragen. Nee, dat is niet waar, want ik ben de life coach. Jullie komen er wel uit. Volgende vraag. Mijn partner wil gaan wielrennen. Ik heb een bloedhekel aan die types. Hoe voorkom ik dat hij zo wordt? Eigenlijk geldt hier ook weer hetzelfde principe. Ik vind ook niet alles leuk wat mijn partner doet. Maar dan denk ik, nou, ga jij lekker dat doen? Ga ik iets anders doen? Dus ik zou gewoon zelf een hobby zoeken die je leuk vindt. Zodat hij lekker kan fietsen. En dat jij lekker gaat pottenbakken of zo. Zoiets. Ik ben goed, hè, als life coach. Vinden jullie niet? Ik heb een roeping gemist, denk ik. De kat van mijn buren scheidt elke dag in mijn tuin. Ja, dat is kut. Ik vind het stinken. Logisch. Stinkt ook enorm. Na confrontatie doen ze er niets mee. Kan ik de poep verzamelen en in een zakje voor hun voordeur leggen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik vind dat je dat prima kan doen. We hebben het op dit moment in Frankrijk, want we wonen half eventjes in Frankrijk. En we hebben een beetje hetzelfde aan de hand, dat er een hond heel veel scheidt, ook recht voor onze deur. We zijn nog niet helemaal achter wie de hond is. Maar dan zou ik misschien ook de poep verzamelen en even voor de voordeur van die persoon leggen en zeggen bonjour, je m'appelle Jennifer, et, le caca, de vous.